Wat is up, dames en heren? Vandaag is update 1.17 uitgekomen voor Gran Turismo 7. En die gaan we even goed checken. Er zijn eigenlijk drie grote belangrijke veranderingen. En ik neem ze gelijk even een beetje door. De eerste is drie nieuwe auto's. De Ford Roadster, de Suzuki V6 en Scudo Pikes Peak Special. Gruwelijke bak. Heeft ook eerder in Gran Turismo gezeten. En de Suzuki Vision Gran Turismo, de groep 3 versie. Hebben we ook een nieuwe track. Twee layouts, de Watkins Glen International Racetrack, die gaan we nu checken in deze video. We hebben een long course, we hebben een short course. We checken in deze video uiteraard de long course. En er is nog iets anders en daar ben ik eigenlijk misschien wel het meest blij mee. Hier staat die. Event settings can now be changed after a room has been created in lobby. En dat is zo'n quality of life verbetering. Je hoeft niet meer elke keer opnieuw een lobby aan te maken wanneer je op een ander circuit wil racen online. Krankzinnig dat het überhaupt erin zat, maar het is nu opgelost. Wij gaan dus racen. Dat doen we in Amerika. Watkins Glen, ook al wel beter bekend als The Glen. En dat doen we met een nieuwe World Circuit Race. De American Clubman Cup 700. En dat doen we in de Chevrolet Corvette C7 uit 2014. En hier zien we het circuit. Het circuit van ongeveer 5,5 kilometer lang in New York, onder Watkins Glen, een klein dorpje daar. En een prachtig circuit, ik ga je meenemen hier. Ik heb hem nog niet heel vaak gereden, dus ik ben niet helemaal bekend met alle rempunten. Maar we gaan er gewoon het beste van maken. Let's go! En Watkins Glen is 20 jaar lang het F1 circuit geweest in Amerika. Tussen 1960 en 1980 werden de Volume 1 de Formule 1 races hier gereden. Je moet altijd oppassen met deze Amerikaanse bakken om niet in één keer vol gas en hard in te sturen. Want dat vinden ze niet leuk. We gaan wel echt veel sneller dan de andere auto's ook. Hier een mooi doordraaien. Naar beneden, veel hoogteverschillen dus. Vind ik wel mooi. Een beetje gevaarlijk om te schakelen in een bocht. Destabiliseert die auto nogal. Daar waren we een beetje agressief. Hij liet de deur openstaan. Kon ook wel hoor. Maar een hele kleine touche. Hier weer een mooie bocht omhoog. Maar er werd niet alleen Formule 1 gereden. Het is, tegenwoordig is het een NASCAR circuit. Er wordt ook IndyCar is hier gereden. Misschien nog steeds, dat durf ik niet te zeggen. Nee, hier ging het niet meer lukken. Om hem er tussenin te rammen. En hier komen we alweer het rechte stuk op. Dat was één rondje Watkins Glen. Het zit er 6 seconden achter de nummer 1. En ik moet zeggen, ik vind die Amerikaanse auto's, ik vind ze altijd prachtig om te zien. Ze rijden bijna altijd voor geen ene meter. Hard lopen ze wel. Maar de handling is vaak om te janken. En ik moet je heel eerlijk bekennen dat ze in deze Chevrolet niet heel veel anders. En waar dat eigenlijk wat mij betreft het meest pijn doet, toch wel met de Ford GT. Naar mijn mening echt een van de mooiste auto's ooit gemaakt. Maar ik zou nooit, maar dan ook echt nooit kiezen in een race voor Gran Turismo. Maar moet je wel echt een liefhebber zijn. Want ik kan je alvast verklappen, ik zou daar nooit een race mee kunnen winnen. Kijk, hier weer een mooie bocht omhoog. Deze hek is hier gewoon.
maken. Twee layouts dus. De lange en de korte, dit is de lange. En je kan uiteraard dit circuit ook in verschillende tijden van de dag checken. Ronde in de nacht. En dan zijn er wel een aantal mooie neon signs, maar verder niet heel veel bijzonders. Deze schat ik niet heel erg lekker in. Krijg je daar de barrière. Beetje onnodig. En hier bij die inkeping. Eentje terugschakelen. Binnenkant houden. En hier weer vol op het gas. Die tijden zijn niets bijzonders om het opvermogen naar huis te schrijven. Maar dat doet er in deze hele niet toe. En hier, ik moet toch liften hoor. Als ik dit niet doe, dan spin ik. Dus zo kort mogelijk langs de binnenkant te gaan. En hier al bij bordje 600 remmen. Dat is genoeg. Je brake indicator zal eerder afgaan, maar dat is echt veel te vroeg. In ieder geval het geval van deze Corvette. Hier dus juist eerder remmen, want we gaan naar beneden. We moeten er al 30 seconden voor op nummer 2. En ik moet zeggen, dit is een gloednieuwe update natuurlijk. De balancing wat betreft de moeilijkheidsgraad hebben ze hier nog niet op orde. Ik had hiervoor al een aantal arcade races gedaan. Ook op de hoogste moeilijkheidsgraad. Maar je reed zo hard weg iedere keer. Dat is een balancing issue. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ze dat wel zullen fixen. Maar wanneer? Geen idee. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een probleem van Gran Turismo 7. Het is een fantastische game. Ik denk dat je dat ook wel door hebt wanneer je mij ziet racen op Twitch. Of video's kijken op YouTube. Het is alleen het feit dat het weet je, een full price game is met het business model van een free-to-play game. Vrij agressieve monetization natuurlijk ook. Auto's die verzettelijk duurder worden gemaakt om je een bepaalde kant op te duwen. En dat voelt niet goed. En wanneer je dan ook een live service game maakt, zoals Gran Turismo, dan moet je ook aan bepaalde conventies houden wat betreft live service game. Want er is niks mis met een live service game. Sterker nog, ik denk dat het voor Gran Turismo 7 de manier is om juist succes te boeken. Maar deel in ieder geval een roadmap met je community. Het is cool dat we nu de hele tijd gratis updates krijgen met nieuwe tracks en nieuwe auto's. Hartstikke blij mee. Maar het is altijd maar afwachten wat we krijgen. En vervolgens is er nul communicatie vanuit Polyphony naar de community. Dat hebben we, ze luisteren ook niet. Althans, dat weten we niet, want ze reageren er niet op. We kunnen nog steeds geen auto's verkopen. We hebben nog steeds geen idee wat we het komende jaar allemaal kunnen verwachten van de game. Nu lijkt dan in één keer de lobby enigszins te zijn gefixt met die quality of life verbetering. Waarbij je niet iedere keer een nieuwe lobby hoeft aan te maken om een race te veranderen. Maar het is veel te weinig. Vooral, en het is extra pijnlijk omdat het vooral in GT Sport al beter was gedaan. En GT Sport is een game uit 2007. Dan zou je toch wel verwachten dat 1 op 1 hier wordt overgenomen. Want die functionaliteit zat er daar al in. Sterker nog, het staat beter in elkaar. Waarom ze dat dan overboord hebben gegooid? Joost mag het weten. Maar het is toch wel jammer. En zeker omdat de Gran Turismo community zo'n ontzettend grote community is. Dan moet er gewoon veel betere community management bij om de hoek gaan kijken. Anders raak je ze kwijt. En
We zien het al gebeuren. Mensen haken langzaam een beetje af van Gran Turismo 7. Of omdat ze de game hebben uitgespeeld. Of gefrustreerd raken. En dat is jammer. En dan niet te vergeten dat Forza Motorsport natuurlijk ook eraan komt volgend jaar. Zowel PC als Xbox. Dat is natuurlijk een gigantische doelgroep is. Maar dat ernaast die game ook nog heel veel alternatieven zijn. Zo is er natuurlijk een heel groot mainstream publiek voor de F1 games. Doe het iets anders. Maar Zeta Corsa Competizione, die hebben we natuurlijk ook nog. En op de PC, daar wordt natuurlijk al helemaal gigantisch. En ik heb toch stiekem wel een beetje het idee dat Gran Turismo 7 uiteindelijk ook wel naar de PC gaat komen. En ik zou dat absoluut toejuichen voor. Begrijp me niet verkeerd. Deze game in de allerhoogste mogelijke grafische settings. In ultrawide. 120 fps wellicht. Het zou de game alleen maar beter maken. En ik verwacht dan ook dat we het tot binnen een jaar gaan zien. Ik hoop het in ieder geval. Dit waren 5 rondjes hier op Watkins Glen. De Glen. Formule 1 huis dus. Van Amerika tussen 1960 en 1980. Daarna NASCAR, IndyCar. En eigenlijk naar wel elke andere grote autorace die in Amerika gereden wordt. Is hier geweest. Wij zijn de eerste geworden met de Clubman Cup 700 in de Chevrolet Corvette C7 uit 2014. En jullie gaan nog heel even naar een replay kijken. Voor nu bedankt voor het kijken. En nog een hele fijne dag verder. Check jullie later. Ciao.